bij veel zaken vanavond met vrij jonge daders lijkt het. De volgende zegt u tegen de winkelmedewerster die overvalt. Maar hij bedreigt er wel met een mes. In Amsterdam Nieuw-West zit onder de appartementen aan het Lambertus Zijlplein een winkelgalerij met onder andere een Ethos. Woensdag 4 maart om 5:05, als de Ethos bijna dicht gaat, stapt daar deze jonge man binnen, met masker en mes. Hij grijpt de dichtstbijzijnde medewerkster in haar nek en duwt haar naar de kassa en bedreigt haar met dat mes. Hij is vrij rustig, schreeuwt niet en zegt u, maar wil wel snel geld. Een tweede medewerkster probeert haar collega bij te staan bij het openmaken van de kassa. Daar duikt de overvaller zelf in. Nu is ook even beter een detail op zijn jas te zien. Op de rechterbovenmouw zit iets lichts. Hij gaait briefgeld en 2 euromunten bij elkaar. Binnen een minuut is hij met dat wisselgeld dat hij snel in zijn zakken heeft gepropt de Ethos weer uit. Ja, nadat er alarm was geslagen, werd er meteen een Burgernet-bericht verstuurd. En dat is nou het mooie van Burgernet. Na dat berichtje meldde zich iemand die hele belangrijke informatie had. Diegene belde namelijk dat hij die jongen weliswaar niet had gezien op woensdag 4 maart van de overval. Maar dat hem wel was opgevallen dat een dag eerder op datzelfde Lambertus Zijlplein, vlak in de buurt van de Ethos, iemand verdacht voor het kruidvat had gestaan. Zonder masker. Dankzij die getuigen vroeg de politie snel deze beelden op. Voor het kruidvat staat dinsdag 3 maart, ook weer net voor sluitingstijd, een jonge man wat te dralen. Dezelfde postuur, dezelfde soort kleding en na wat bestudering van de beelden van de overval, zelfs dezelfde schoenen als de jongen die een dag later met een masker de Ethos overvalt. Blauwe sneakers met gele veters. Kortom, dit is zeer waarschijnlijk de overvaller die we zoeken, al loopt hij een dag eerder gewoon weg, mogelijk omdat het hem te druk is. Wie herkent deze jonge man in Amsterdam? Hij is waarschijnlijk pas rond de 20, is smal gebouwd, heeft een smal gezicht, sprak Nederlands met een Arabisch accent. Zijn jas had een witte rits. Hij droeg een maand geleden dus die sneakers met gele veters en had bij de overval een masker met rode lippen op. Snel tippen kan via live.politie.nl. Praat u liever persoonlijk met de politie omdat u iets vermoedt? Bel dan nu gratis naar de studio.